Een hele goede dag. Dit is het weekoverzicht van Meer Zoetermeer TV. Afgelopen week werd bekend dat de schuldhulpverlening in Zoetermeer voorlopig nog niet zal gaan afnemen. En twee Belgen uit Willembroek zijn maandag op de A12 bij het tankstation Knorrestein opgepakt voor het handelen en in het bezit hebben van 2400 hennepstekken. En dan het winterweer voor de komende week. Het is vaak bewolkt en geregeld trekt er een regengebied over het land. De temperatuur ligt de komende week tussen de 7 en 9 graden. In de nachten is het ook erg zacht. En zometeen, borstenexpert begint winkel in Zoetermeer. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. De schuldhulpverlening zal in Zoetermeer voorlopig nog niet gaan afnemen. Zo laat wethouder Edo Haan weten. De aanhoudende crisis is hier de oorzaak van. De gemeente Zoetermeer biedt deze maand daarom een cheque van €50 aan voor de mensen in de schuldhulpverlening. De cheque kan gebruikt worden om boodschappen te kopen in de Albert Heijn, Diegels, Hoogvliet en de Jumbo. De 13-jarige Milenka Terluin is weer terecht. Donderdagmiddag is ze teruggevonden in een ander huis in Zoetermeer. Milenka was in het gezelschap van een 24-jarige man uit Zoetermeer. Het 13-jarige meisje liep maandag weg uit het huis van haar ouders in Zoetermeer. Volgens de politie is ze in goede gezondheid. De man is door de politie opgepakt. Er wordt onderzocht wat hij te maken heeft met de vermissing van het meisje. Geen illegaal vuurwerk, maar hennepstekken. Dat zometeen. Maar eerst even een korte terugblik op het afgelopen jaar. 23 oktober was de opening van de nieuwe Primark in Zoetermeer. Honderden tienermeisjes stormden op die dag onder luid gegil de nieuwste Primark binnen. Het was een totale chaos. We staan hier bij de Primark in Zoetermeer. En wat waarschijnlijk een hele hoop mensen wel hadden verwacht, maar meer Zoetermeer in ieder geval niet, is dat het een ontzettende chaos is. Het is zwart van de mensen en iedereen wil om 11 uur naar binnen. We hebben er heel lang op moeten wachten. We hebben heel lang die borden moeten zien dat die zou komen. En vandaag zijn we er. Waarom ik vandaag naar de Primark ben gekomen? Omdat het vandaag geopend is. Ja, het is helemaal de mode. Goede prijzen. Waarom niet? Het is slim gedaan, vind ik. Precies naast de Randstad Rail. Iedereen komt uit Den Haag hier naartoe. Hoeft niet meer naar Rotterdam. En ja, in Zoetermeer is zelfs ook groot. Dus, Primark is wel, in Rotterdam en overal heb je het wel. Maar nu het in Zoetermeer is gekomen, is het natuurlijk wel een toevoeging voor het stadshart. En je ziet, zoals je ziet, er zijn echt heel veel mensen van waar dan ook gekomen. Van Den Haag of waar dan ook. Dus, Zoetermeer heeft vanaf maart 2014 weer zicht op een lingerie speciaalzaak. Me and my body. Fatima zoekt 100 mensen die €1000 willen investeren. Ze krijgen er €1500 aan lingerie voor terug. Door middel van crowdfunding probeert ze haar droom te verwezenlijken. Wij spraken met haar. Ik heb 16 jaar gewerkt bij Bonnie B. En met heel veel liefde en passie. En daardoor is eigenlijk het concept ontstaan om Me and My Body op te richten. Dus mijn droom te verwezenlijken. Om de klanten weer de mogelijkheid te geven, ook in de Dorpsstraat, de juiste maat en de juiste merken te kunnen kopen. Nou, crowdfunding is al iets wat een tijd bestaat, dat mensen dus kunnen participeren met een bedrag waar ze dus iets voor terugkrijgen. Vaak zitten daar voordelen aan, kleine plusjes. Nou, ik geef ze dus nog iets meer. Ik vraag dus €1000 dat ze willen investeren in Me and My Body. En daardoor ontvangen hun €1500 aan bonnen die ze kunnen besteden. Dus 50% rendement, winst. Dus beter kunnen ze die krijgen niet bij een bank, niet voor dit bedrag. En dat, de bonnen zijn onbeperkt gelden. Een aanrijding op de A12 richting Den Haag heeft afgelopen donderdag voor lange files gezorgd. De gehele rijbaan werd afgesloten. Het ging om een aanrijding tussen enkele personenauto's. De persoon op de bijrijdersstoel van de voorste auto had nek- en rugklachten. In verband met de veiligheid van de hulpverleners werd tijdens het openknippen van de auto de A12 helemaal afgezet. Dit zorgde voor een lange file vanuit Zoetermeer. Het slachtoffer is op de wervelplank met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Geen illegaal vuurwerk, maar hennepstekken. Twee Belgen zijn maandag op de A12 bij het tankstation Knorrestein opgepakt voor het handelen en in bezit hebben van 2400 hennepstekken. Een getuige meldde rond 6:30 dat er mogelijk gehandeld werd in illegaal vuurwerk. In de auto's van de mannen werd geen vuurwerk gevonden,
maar kwamen dozen vol hennepstekken tevoorschijn. Daarnaast hadden de mannen grote geldbedragen op zak en kon een van de mannen zich niet legitimeren. Ja, en dan de winnaar van de AD oliebollentest. Die is bekend. De Zoetermeerse bakker Jongerius staat dit jaar in de top 10 van de beste oliebollenbakkers van Nederland. Met een prachtige rapportcijfer 9 zijn ze op de 9e plek geëindigd. Helaas was Richard Visser uit Rotterdam beter. Hij eindigde op de 1e plek. We hebben 11 zaken. Maar ja, dit is het dorp. Dus deze hebben ze uitgepikt om hier stiekem oliebollen te komen kopen. Zonder dat we het wisten. Ja, die zijn getest en uiteindelijk zijn we op de 9e plek terechtgekomen. Dus dat is geweldig. Mijn vader is er ooit mee begonnen met die oliebollen. En in de loop der jaren, mijn broer heeft het overgenomen. Die heeft dat recept bijgesteld en aangepast. En uiteindelijk, met de inzet van hem en alle medewerkers, is het geworden tot wat het nu is, zeg maar. We hebben er ooit eens een heleboel jaren geleden ingestaan, maar toen zijn we niet zo hoog geëindigd als nu, hoor. Van de 153 zijn we 9e geworden. De geuren en de kleuren waren fantastisch. Mooi krokant korstje. Dus het was een hele goede recensie eigenlijk. Ja, we zijn er super blij mee. Nou, het is wel drukker al als normaal, maar ik denk maandag en dinsdag dat we echt alle zeilen bij moeten zetten. En dat was het voor nu. Volgende week zijn we er weer. Meer nieuws en video's vindt u op meerzoetermeer.nl. Graag tot volgende week en ik wens u een hele fijne week.